9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, let's go! Let's go! Drive Stream Live! Ja, shoot, was toch een gegeven applaus, jongens. Ja. Hallo allemaal, dames en heren, jongens en meisjes, welkom in dit laatste en vierde blok van Driver's Dream Live. En omdat het gewoon de laatste van de dag is, en ja, we hebben al zoveel geks, maar hier gaan we overheen. We gaan even wat leuks doen, hè? We gaan nu echt gewoon even echt gek doen. En we gaan een beetje terug. Ja, hoe oud ben jij nou eigenlijk? Ja, dat mag je nou vragen. Ik ben 41 net geworden. 82. Met de aftrek van voorarrest waarschijnlijk. Helemaal goed. Met grijze haren. Nee, helemaal niet. Nou ja, ik ben ietsje ouder. Ik ben echt uit de jaren 80. En jongens, we gaan even terug naar de jaren 80 met een paar hele beroemde auto's. En de eerste die binnen gaat komen. Martin, start hem. Het is altijd weer de vraag, hè, of ze starten. Maar hij doet het wel. We hebben hier op de stand ook op de MC Mojo Benz Collector Snake met een aantal zeer, zeer bijzondere AMG's, Brabussen. En hier komt een icoon uit de jaren 80. Dit is de Mercedes 500 SGS White Body. En ja, dit is er eentje. Dames en heren, applaus voor dit speciale vleugeldeur. Het is een beetje Goulwing-achtig dit, hè? Ja, en hou dat vast, Gert-Jan, want er komt nog een veel iconischere vleugeldeur straks erbij. Ja, want dit is... En dat is een kwestie van minuten, maar die zien we al. Ja, dit is Martin van het YouTube-kanaal Benz Collector Snake. Daar ben ik met Driver's Dream ook geweest. Hoi Martin, jongen. Hoi. Welkom. Ja, nou, dankjewel. Dankjewel dat je er bent. Ja, Dick, even uitleggen dit, Gert-Jan. Want de Mercedes'en van nu, oké, dat zijn een beetje... je hebt de A-klasses, de AMG's, de boodschapauto's, allemaal leuk. Maar in de jaren 80 was het echt... Mercedes was een van de meest iconische merken. En zeg maar, ken je de serie Miami Vice? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Ja, het wordt niet meer Miami Vice dan dit. Want, ja. Kijk... Het is gaaf, maar het is ook wel fout. Ja. Dus jij bent eigenlijk de Sonny Crockett van deze tijd nu? Nou, even ja. Vind ik wel. Ja. Nee, vertel even Martin, want over de collectie en het YouTube-kanaal. Wij zijn de Benz Collector Snake. En wij maken eigenlijk een verzameling van de dikste en vetste Mercedes AMG's, Brabus, noem maar op, SGS, Koningsspecial. Dat is eigenlijk waar de collectie uit bestaat. En wij willen dat delen met het publiek. Dus vandaar dat wij ook heel actief zijn op Instagram en YouTube. Ja, geweldig. En ja, om uit te leggen hoe bijzonder dit nou is. Ik bedoel, hier zijn er 20 van gebouwd. Er zijn totaal 57 stuks van gemaakt, waarvan 7 widebody. SGS, is het bedrijf dat het heeft omgebouwd. En voornamelijk klanten uit het Midden-Oosten. En de een moest gekker dan de ander natuurlijk. Dus dan krijg je dit soort creaties. Ja, ik zou zeggen, sheiks en drugsdealers. Dat waren een beetje de klandizie natuurlijk in de jaren 80. En nu is het weer zo... Dit komt weer terug, hè? Ja, maar ook terug. Wat belangrijker is, dat laat ik zeggen dat 10, 15 jaar geleden... als je dit soort auto's... kocht, nou, appel en een ei zal ik niet zeggen, maar die kocht je natuurlijk voor weinig. Dit was een kamperauto, zoals ze dat noemen, ordinair. Ja, eigenlijk wel. Maar als je nu weet wat dit soort dingen waard zijn, Martin, waar praten we over? Je kijkt al snel boven de 500.000. Yo. En nou jullie weer. Een half miljoen. Ja, maar ze zijn zo bijzonder en zo uniek. En dit komt nooit meer terug. Natuurlijk, we gaan nu naar elektrisch, ook met Mercedes. Dit is een V8 nog. Nou, hij heeft niet zo heel veel pk's. 248, zo rond. 5 liter V8. 5 liter V8, want hij zal een paar pk missen, maar... Ah, dat was in die tijd, hè? Dan moet je ook weer even teruggaan in die tijdgeest. Klopt. Toen was dat veel. Dikke V8 vooronder. En ja... Wat wel is, ik heb ermee gereden en die vleugeldeuren, die zitten natuurlijk ingebouwd. Die stijfheid mist hij een beetje. En ja, ik mag het van Martin niet zeggen, maar het rijdt als een frikandel. Het is wat het is. Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk geweldig om te zien. En de benzinedampen komt je tegemoet. De kook komt je tegemoet, want ja, dat straalt deze auto gewoon uit. Ja, zeker, zeker. Kenmerkend aan SGS is het middenconsole, de adelaars...
Versnellingspook. Precies, daar wilde ik het eigenlijk ook net een beetje over hebben, want je hebt die aardappelspook. En vroeger maakten ze toch dingen die gewoon heel moesten blijven. Kijk, hij rijdt als een frikandel, maar als je dit mattensetje ziet, onverslijdbaar, hè? Een stuurwiel, de interieurdelen. Ik krijg het gevoel alsof ik vroeger weer bij mijn opa en auto zat. De geur van die oude Mercedes zit er gewoon nog in. En dat was misschien wel heel kenmerkend aan zo'n auto. Ja, maar even, ja, klopt. En, maar dit is dus één speciale Mercedes. De Benz, hoeveel hebben jullie er meegenomen? Er staan totaal 14 auto's, maar de collectie bestaat uit meer. Ja, echt. Wat daar staat, dus in deze hal, iets verderop, zijn gewoon 14 van de meest, echt meest speciale auto's die er zijn. En als je er nog niet bent geweest, de Benz Collector Snake, ga er even kijken, want alles wat er staat is echt uniek. En dit soort auto's, ja, vroeger las ik zo'n Duits blaadje, dat heette Automotor und Sport. Dat vond ik dan gaaf. Daar stonden dit soort auto's in. En ik had er nog nooit een gezien, tot jij voorbij kwam. Tegenwoordig is te vinden op @benzcollector.snake, zowel op Instagram en op YouTube. Nou, dan weten jullie dat ook allemaal. Martin, onwijs bedankt dat we deze even konden zien. En even een vleugje back to the future, zeg maar. Dat was, oh, wat zeg ik nou? Dat gevoel krijg je hier wel een beetje bij. Alsof we even terug in de tijd zijn gegaan. Ja. Dankjewel, Martin. Wij gaan de volgende gast aankondigen. En tot de volgende. Super bedankt. Geef hem een hartelijk applaus, Benz Collector Snake met de SGS White Body. En ik kijk even naar de overkant. We hebben nog een paar speciale gasten. Ik denk dat je vier achter moet. Ik denk dat je achteruit moet, zeg ik dat goed? Ja, gooi maar naar achter, want ik denk dat hier geen plek meer is. En ik ben eventjes aan het kijken of daar al wordt opgestapt, of die het doet. Er komt wat aan. Dames en heren, ga eens even aan de kant, want daar komt die mensen. Oh. Oh, jongens, aan de kant, achter u. Ja, daar, aan die kant, niet jongens. Niet naar mij daar. Kijken, achter u. Die mensen kijken mij allemaal aan, die denken, waar heb je het over? Ja, dan krijg je een keer een next. Dames en heren, in 1985, het is mijn favoriete film aller tijden. En hier op het Movie Car Paddock staan een paar hele speciale auto's. Maar het is een grote eer, dat wij hier hebben de originele DeLorean uit. Gaat hij eronder door? Net aan, M'n doek. No. Ja, wacht even. Ik help even. Wait. Ja. Jongens, hier is de originele Back to the Future DeLorean DMC. Wauw. Dit is zo gaaf. Alsof je gewoon weer even in de film. Heb je hem gezien allemaal? Back to the Future? Jawel, hè? Er zijn ook jongeren in de zaal. Maar dat is zo'n mooie film. 1, 2, 3. En vooral 2 met dat skateboard, hè? Dat hij zo kan vliegen zo eroverheen? Ja, maar in die film, er waren allerlei dingen. Je hebt nu een Apple Watch. En toen in de jaren 80, je kunt praten en met via je horloge, dat soort dingen. Ja, dat. Heeft hij nou dat skateboard ook gewoon bij zich? Dat weet je niet, toch? Ja, dit is Frank, deze man komt uit. Kijk, hier is het hoverboard. Vanuit de film. Wow. Michael J. Fox heeft hier ook echt opgestaan. Ja. Dit is Frank. Frank komt uit Parijs. Bonjour. Ja. Bonjour. Frank is een van de. De grote collectioneurs, zeg maar, van moviecars. En ja, hi Frank. Hi, nice to meet you, Amsterdam. Yeah, welcome. Well, I just come from the future and next year IAMS is even bigger. Oh, well, no, goed. Thank you, yes. And well, good to know, thanks for that. But this is like, this is like the most famous movie car. Jongens, als je aan een filmauto moet denken, als je zegt, oké, picture één filmauto. Ja, we hebben de groene Manta staan uit New Kids misschien. Nou, maar dit is denk ik de meest iconische filmauto die er is. Ja, ik denk voor de jongeren gaan ze echt naar de Fast and the Furious. Dat is wel, dat merken bij de jongeren. Maar ik denk zeker voor degene daarna is dit de most iconic car that we got. Ik zie altijd in die film ook dat hij met een modelautootje en dat hij het dan probeert. Where's the professor? Duck. Marty, I'm late. There he is. Actually, you got also the alarm clock in there, and it goes like the special gasoline. What put in there? What was it again? That he had to put in. Mr. Fusion. The Mr. Fusion. Ah, that's where it is. The reactor. You put the trash in, and then you can travel through time. You know. I mean, imagine if that would be possible right now. Wow. Ik ga er even in zitten, hoor. Ik vind, als ik weg ben, dan ben ik naar een ander jaar. Wow. And he actually got all the interior as well, like all the buttons and the... Ja, je kunt dus elk jaartal invoeren en ja, en dan kun je dus naartoe. Dus, ja, you can put the date where you want to go and hope that you can go there.
Wist je dat ze er ooit ook... Oh, pas op. Oeh, ja, dat is... Ja, nou, dat maakt niet uit. Dat is met vleugeldeur. Ik ben weer in de realiteit, ja. Het was niet een heel groot succes, deze auto, eigenlijk. Hè? Totaal niet. Eigenlijk heeft hij een beetje zijn opleving aan die film. Deze auto, en dat is een geweldig verhaal van Mr. John DeLorean. Die was in Ierland, die kreeg nog subsidie om daar een fabriek te beginnen. Maar de auto is werkelijk één fiasco. Ja. En dat heeft ook met de motor te maken, met de betrouwbaarheid. Ja. Er zijn er ook echt heel weinig uiteindelijk van verkocht. En uiteindelijk... Wist jij, Sjoerd, dat er ook 3 in het goud zijn gemaakt? Nee, nou ga je mij iets vertellen. Ja, ik denk, ja, ik moet wat weetjes hebben, want jij weet er zoveel van. En, ik denk, nee, en die hebben ze ook weggegeven met Time Magazine of Forbes. Een van de 2 zijn er 3 in het goud zijn er opgeleverd. Nou, dat weet ik niet, maar uiteindelijk heeft de auto natuurlijk iconische status door de film gekregen. Maar in principe niet, het is geen commercieel succes geweest, zeker niet. Maar, och jongens, wat geweldig om te zien. En ja, hierachter kwam dan alle rook uit. En dan vloog de professor weg, hè? Ja, je had natuurlijk alleen nog even die bliksems liggen uit je nodig. En dan zat die haak erop en dan... Pff, en dan zag je alleen dat spoor, zag je dan zo. Ja, maar goed, ik denk wel dat alle inderdaad wat je zegt, de jongeren... Nou, dat weet ik niet. Die zullen wel Fast and the Furious zijn, maar voor mij is dit de meest iconische filmauto aller tijden. En dan toch even, is dit dan de echte die in de film is gebouwd? Of is deze helemaal nagemaakt naar? Of? Nee, dit is een originele filmauto. Er zijn natuurlijk heel veel. Daarom, ja. Er zijn er 10, 20 gebouwd uiteindelijk. Want die zijn allemaal kapot gegaan. Maar dit is een van 20 die misschien dan gebouwd zijn. Voor so, do you know which kind of, like was this in part 1, part 2, part 3, all 3 of them? Was this also in a train? Yeah, in the part 1 they use plutonium in the back. In part 2, they use the one what we just saw, the Mr. Fusion. And then in part 3, they have to add some stuff on the hood because they don't have plutonium or electricity. So they use the train, to push the car. Yeah, wow, eh? Yeah, wow. Where did you find this car? How do you get like a movie car? Well, this originally I found in Frankfurt in Germany. And then I started the process building it like in the movie. So I had to find all the bits and pieces. It took me 10 years. And now it looks like this. Ja, hij had hem weer helemaal in elkaar moeten zetten, maar ja, het blijft iconisch. En ik zie daarachter al een hele ongeduldige slotgast. Het is tijd om de volgende aan te kasten. Dames en heren, we houden de vaart er een beetje in. Frank, thank you very much for showing us the car. Please put it back in reverse or fly back to yesterday, wherever you go. Merci thank you so beaucoup. Much. Yes, dames, give him a big applause. A biento. Ah, dat. Weet je, tussen al dat supercar geweld, de Lamborghinis, de Bugattis, dit even laten zien. Gaan we morgen gewoon weer een andere moviecar ook naar voren halen? Ja, dat zou wel leuk zijn. De iconen uit de jaren 80 gewoon laten zien. En kijk, inderdaad, je kan alleen maar zo terugrijden. En dan is het tijd zo nu, Gert-Jan, terwijl de DeLorean wegvliegt. Je hoort hem al een beetje op de achtergrond. Oh jee, wordt dit de knaller van de dag? Dames en heren, we gaan Drivers Dream Live vandaag afsluiten met een speciale gast. Ik wil jullie, waar is hij niet van bekend eigenlijk? Ik denk als je TV, Formule 1, voorzitter van de ADHD-club, wat is hij niet? Dames en heren, hij is de Dakar-auto aan het opstarten. Mag ik een hartelijk applaus voor Tom Coronel. Ja, ik hoor een Chevy hier, hoor. Dit is lekker. De Dakar-auto, eat my dust. Geweldig, hè? Ja. Wat een monster. Weet je wat mooi is, Sjoerd? Ik ben Amerikaan liefhebber, hè? Weet je wat voor blok hierin ligt? Ik weet niet wat hier gebeurt, maar... Hè? Wat is... Hè? Ja. Hè? Die jack kwam er even uit, dat zag jij niet. Wat? Hoe dan? Is het nieuwe Dr. Dre stijl? Dames en heren, Tom Coronel. Hey. Ja, ik geef je even de microfoon, Tom. Oh, nou dankjewel jongens. Ja, hartstikke goed. Helemaal goed. Dit is mijn oude werkgever. Meen je dat? Ja. Wat, van de kartbaan? Ja, van de kartbaan als race-instructor. Oh, dus ik sta hier tegenover mijn oud werkgever. Ja. Superleuk natuurlijk, hè? Bekend van het karten. Maar dat is misschien wel het minste waar jullie bekend van zijn. Want ja, dit is jullie leven. Dit is jullie passie. Hè? Ja, ik heb hem eventjes een beetje omhoog gezet. Dan zie je hoe makkelijk dat gaat. Wij wielen, die gaan wel een stuk.
Dus dan rij je dat stuk, dan krijg je zo'n pootje, die komt eruit. Dat heb ik aan beide kanten. En dan kan je heel snel kan je het wiel wisselen. Zit hier zit het kappen van het wiel. Dus die kan je gewoon zo opengooien. Maar dat klinkt simpel, maar wat weegt zo'n wiel dan? Als je die er even af moet tillen. Ja, zo'n wiel is een goede 50 kilo. Zo, dus, okay. Je ziet het hier. Die halen we eraf. En ja, dan kan je wisselen. Even kijken wat de wielgunde ligt. Ja. Nee, je hebt pech gehad, dan zal ik het wieltje even voor je gewisseld. Maar ja, Tom, jij rijdt met Tim, heb je Dakar gereden? Ja. Hoe ging het dit jaar? Ja, ging heel aardig. We zaten er heel goed bij. We zaten een beetje rond plek 15, algemeen. Een beetje goede subtoppers. Weinig problemen gehad. Totdat we een heel klein hobbeltje, ik denk dag 6, 7, een heel klein hobbeltje miste. 5 kilometer voor de finish. Sloegen we 5-6 keer over de kop heen. Ja, en toen was dat ding zo plat als een duppie. Lag ja, hij ziet er weer knap uit. Maar, Ja, nou ja, weet je, het is heel robuust, heel stevig. Ja. Het is natuurlijk een Chevy blok wat erin zit. Ja, dat zei ik het jou net al. Het is een Amerikaans blok wat erin zit. Dit is gewoon een Chevrolet, gewoon heel dik, bruut, goede 400 pk. Er zit een restrictor op. Zoals we willen kunnen we zo naar de 700-800 pk. Maar dan is het eigenlijk net hetzelfde als je door een rietje moet ademen. Het is 32 mm, zo'n heel klein gaatje. Ja. En dus dat blijft allemaal wel heel. Maar ja, er lag een voorwiel vanaf. En toen zijn we gewoon op 3 wielen de laatste 5 kilometer naar het finish gereden. En hebben weer opgebouwd. Ja. Maar hoe zwaar is zo'n Dakar nou? Als je dat even op een schaal van 1 tot 10. Als je hem nou echt helemaal uitrijdt, is het gewoon echt de zwaarste rally nog steeds ter wereld? Dat je denkt, nou, ik doe nog even een Formule 1 ritje erachteraan. Ik zou het iedereen adviseren om het minstens eens in je leven gedaan te hebben. Het is zo'n bucketlist ding. Ja. Weet je, ja, iedere autocoureur die heeft altijd zoiets, weet je. Indy 500, Le Mans, 24 uur van Le Mans. Monaco, de Grand Prix. Ja, en dan komt de bucketlist, the next thing, dat is Dakar. Ja. Dat is waarom Alonso ook 4-5 jaar geleden met ons meereed. Die wilden het echt doen. Dat was echt zo'n bucketlist dingetje voor de autocoureur. Ja. Ja, weet je, uitrijden is denk ik al een overwinning, doordat het zo ongelooflijk zwaar is. Je moet onderweg heel veel MacGyveren, dus ook veel dingen repareren, vooral als er wat stuk is. We hebben ook heel veel onderdelen bij ons, of aandrijfassen, ophangingen. En vooral heel veel koppelingen. Voor als er iets stuk gaat, dan moet je het kunnen repareren, maar dan heel provisorisch. Dus het is eigenlijk maar voor korte afstand. Klopt. En zo hebben we het gedaan. Ik zie een kenteken hier achterop zitten. Je gaat mij toch niet vertellen dat dit gewoon de weg op mag? Tijdens de rally wel. Als je dit kenteken checkt, moeten jullie maar even checken bij het RDW. De 32 RTKF. Ja. Welke auto komt dan tevoorschijn? Er is hier niemand van de RDW? Nee. Niemand van de politie? Nee. Wat is het? Hij heeft het opgezocht. Oh. Zoek het eens even op, vriend. Tik eens even in op de RDW. Ja. 32. Laat Sjoerd maar even zien wat dit is. Richard Tom Karel Frans. Ja. De RTKF. Ik ben heel benieuwd wat hieruit komt. Hij is dat niet geregistreerd op mijn naam. Dat weet ik zeker. Wat is het, vriend? Heb je hem? Jawel, 32. RTKF. Jij hebt hem al. Dit is hem. Nou, wat is het? Ik heb mijn bril niet op, maar wat staat er? Dit is een Skygo LF 150 ST. Dat klopt. Ja? Dit is namelijk een Chinese buggy. Echt waar? Ja, voor €300 online gekocht. Op eBay? Of ja, op, en daar een kenteken op aangevraagd. Maar dat gaan we tegen niemand verder vertellen. Nee, oké. Okay. Ja, want dan krijgen we veel problemen. Nee, je hebt het voor de verzekering, heb je het nodig. Maar dit gaat natuurlijk niet normaal de weg op. Nee, onderweg kunnen we de bandenspanningen veranderen. Dus je kan hem helemaal zo breed mogelijk maken. Want als je de banden natuurlijk laat aflopen naar wat zal het zijn? Wat is het? Een 0,7 bar. Dan worden ze veel breder. Dus dan rij je zo de duinen omhoog. En je ziet het al, er zit heel veel vering op. Ja. Dus het lijkt of het heel comfortabel is. Maar als we over hele dikke stenen heen gaan, zitten wij eigenlijk heel rustig er binnenin. Ja, is dit überhaupt dat je niet na een dag helemaal door elkaar geschud bent en dat je oren bij je nieren zitten of andersom? Nou, dat heb je wel. Omdat je natuurlijk 8-9 uur lang alleen maar aan het boenderen bent door het ruige terrein heen. Ja. Maar het is wel vol te houden hoor. Je moet gewoon iedere keer tegen jezelf zeggen, over 2 weken ga ik gewoon weer naar huis. En als je dat volhoudt en dat de hele dag jezelf voor de gek houdt, dan hou je het vol. Ja, precies. Ja. Hey, en los van Dakar, je rijdt natuurlijk nog steeds... Wat rij je niet? Want ik zie je nog steeds overal uitvliegen. Waar race je op dit moment nog allemaal? Gisteren was ik op Zandvoort. Eergisteren was ik op Spa-Francorchamps. De dag ervoor was ik op Zandvoort. En dat is met de TCR, de Audi RS3.
voor het Europees en het wereldkampioenschap. Zijn we nog steeds een beetje kijken hoe we dat dit jaar gaan invullen. Ja, dat is superleuk. Ik ben veel met die kleine apenpad die hier binnenin zit. Ja. Die is heel veel aan het karten. Dus ja, lekker autosportbedrijf. Ja, en we zien je veel bij Viaplay als Formule 1 commentator. Ja, ook dat. Nou, de enige vraag is, waar moeten we ergens in de agenda een kruis zetten dat Max dit jaar kampioen wordt? Ja, weet je, kijk, als je het echt het zo... Het moet niet te saai worden. Nee, maar dan gaat het wel worden. Ja? Wordt het dan... Omdat die gozer gewoon de beste is. En dat zeg ik al 10 jaar. En ik werd altijd gek verklaard. En nu eindelijk gaat de rest van de wereld het ook zien. Want we hebben natuurlijk 18 miljoen experts in Nederland die verstand hebben van autosport. Ja. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Ik zelf... 27 augustus is Zandvoort. Zou Zandvoort wel echt mega vet zijn. Dan hebben we echt feest. Ja, maar wacht even. Dat is ongeveer net over de helft. Dat klopt. 27 augustus. Ja. Dat hij daar al kampioen wordt. Nou ja, kijk, je moet... Vorig jaar heeft hij 15 races gewonnen. Dat was een nieuw record gezet met aantal overwinningen. Ja, ik zeg dat hij dit jaar gaat hij er gewoon 17 winnen. Nou ja, dan kan je ze nu optellen dat de aankomende 10 van hem zijn. Ja, ja, en let op, hè, wat Tom zegt komt uit. Want Tom is historisch, historisch. Zoek het op YouTube. Dit is het Mercedes, het is 2016. De allereerste race van Max Verstappen die won, dat was Barcelona. En... Max startte derde. En er stonden, vijfde. Er stonden twee Mercedes'en vooraan. En hij zegt, ja, maar die rammen elkaar de eerste ronde van de baan af. En Max wint hem. Ja, en dat is echt waar. En dat is ook gebeurd. Dat heb ik een half uur voordat de race begon, heb ik dat ook geroepen. Maar om een reden heb ik dat ook geroepen. Kijk, ik roep wel eens dingen dat mensen denken, waar komt dat vandaan? Maar dat kwam doordat Rosberg had al 7 races achter elkaar gewonnen. En Lewis was het jaar daarvoor kampioen geworden. En die was zo kwaad. Dus ik denk, ja, weet je, die gaat er zeker voor. Rosberg, die ramt hem er vanaf, want dan heeft hij een race minder om die punten achterstand in te lopen. Want zo denken autocoureurs. Ja. Dus ik heb gewoon gezegd wat ik zou doen als ik Rosberg was geweest. Van de baan en die gek doet het ook nog. Van de baan rammen, boom. Ja, ja. Ja, officieel mag je dat nooit zeggen dat je dat van plan was. Maar we zijn natuurlijk allemaal kleine boefjes. Ja, nou, jij zeker ook. Dus heb je wel eens iemand van de baan geramd? Jazeker, ik ben kampioen geworden op deze manier in Suzuka. Ja, durf ik eerlijk te zeggen. 1999. Ah, dat is verjaard, dus dat kan je zeggen. Dat maakt niet uit. Dat klopt. En mijn teambaas, dat was wel een heel mooi verhaal. Want ik stond op de startgrid. En mijn teambaas zei alleen maar, Satoru Nakajima, de teamgenoot van Ayrton Senna. Okay. Die zei tegen mij, be sure you win the championship. Ik denk, oh. En ik stond derde. Of tweede. En mijn concurrent stond derde. Ik denk, nou, wat er ook gebeurt. Ja, ik moet hem dus winnen. Ja, maar voor hetzelfde geld val je uit met een benzinedrukprobleem. Of een ventieldopje wat stuk gaat. En ik maakte een klote start. Mijn concurrent komt ernaast. Ik denk, wat er ook gebeurt. Ik hou gewoon vol gas. Ik ram hem de baan af. Nou, dat is gelukt. Dus ik loop terug naar de pits. En mijn teambaas die begon te huilen. Thank you for the championship. En dat was het. Dus ik denk, nou, hij vindt het helemaal niet erg dat ik een hele auto gesloopt heb. Tot een week later, toen hadden we het kampioensfeestje. Toen kwam hij naar me toe. En dan was hij helemaal dronken van de sake. Tom-san, why full throttle? Waarom deed je het vol gas? Waarom niet soft touch? Toen zei ik, nou ja, jij zei, be sure you win the championship. Dus ik denk, nou, dan moet ik er ook echt zeker van zijn. Dus ik hield gewoon mijn poot stijf en ramde hem. Je staat in een illustre rijtje, Schumacher, Senna, ze hebben het allemaal gedaan. Dus, iedereen doet het. Ja. Nou ja. Nou. Tom, ik wil je onwijs bedanken. Helemaal goed. Even kijken, ga ik hem daar keren of ga ik... Kun je daar keren? Zit er een achteruit op? Zit een achteruit op. Donut? Ja, donut, dan vliegen hier de tegels door de lucht, jongens. Dat doe ik zondag. Afgesproken? Ja, donut hier. Ik ga even draaien. Zit er een achteruit op? Tuurlijk. Oké. Okay. Nou, hij gaat hem weer opstarten. Oh, hier, dit is hem. 7 kilowatt, bouwjaar 2005. Ja, 2005. Het kenteken komt uit 2005. Het is een motor met 150 cc, 7 kilowatt en het merk is een Skygo. Nou, wie kent het niet? Wie kent het niet? 17 jaar oud, toch? Je staat toch wel op zo'n jacket, hè? Wil hem nog even een beetje horen hier, of niet? Gewoon even voor de laatste keer, omdat het gewoon kan. Ja? Omdat Tom er toch is. Dan moet hij eerst dat pootje denk ik weer naar beneden zetten. Zou hij nou weten dat hij op dat paaltje staat? Ja, of precies. Dat gaat toch mis? Oh! Ja, lekker hoor. Laat hem even één keer brullen hier. Met tapijt! Zijn paaltje schuift nog een beetje half over de grond hier hoor. Paaltje moet omhoog.
Ja. Ja, je ziet, hij is binnen 20 seconden naar beneden en staat hij omhoog, maar... Ja. Ja, je weet nooit wat hij gaat doen. Ik ga toch maar een beetje aan de zijkant staan. Je weet het nooit bij Coronel. Hij legt met tapijt gesloopt. Nou, de handtekening van Tom Coronel staat erop. Jongens, maar nog een heel groot applaus voor Coronel! Kijk nou, hij legt met tapijt kapot. Ja, meestal trekken ze ander soort sporen, maar dit kan ook. Dit is wel weer nieuw. Nou, dames en heren, dit was Drivers Dream Live, de laatste voor vandaag. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de MCM Motorshow. We zijn nog open tot 5 uur en anders tot morgen.